welkom. Dames, waarom zijn we hier vandaag? We gaan er altijd met de JV met een aantal mensen naartoe. En ik vind het ook gewoon mooi om na te denken over dingen van God. Waarom zijn jullie hier vandaag? Nou, mijn neef die vroeg of dat ik meeging naar de HAJO dag. Dus ja, dan is wel gezellig, ja. Dienen. Niet omdat God onze goede werken nodig heeft, zegt Luther, maar uw buurman en jouw buurvrouw heeft ze wel nodig. Of die klasgenoot. Of dat jongen of meisje in de straat. Of bij bezoekwerk in de gevangenis. Of op het zendingsveld. Die hebben ze nodig. Opdat de ander zich door mij heen gediend mag weten vanuit Christus zelf. Hij is de bron en hij blijft de bron. Dat is niet altijd eenvoudig. Verre van dat. Verre van dat. We staan op de HHJO Jongerendag en het thema is dienen of verdienen. Wat kies jij? Verdienen. Beetje geld verdienen. Ja. Hey, en jij, hoe zit het met jou? Een beetje verdienen? Ja, dan zal ik ook gaan voor verdienen. Want ja, dienen is natuurlijk, dan moet je wat doen voor anderen en dat kost weer tijd. En je bent wel eerlijk, dat kost tijd en dat wil je dan liever niet. Nee, ja, tijd is geld, zeggen ze dan. En dan ga ik toch voor het geld in plaats van het dienen. Gaat dat veranderen na vandaag? Ja, ik hoop het wel. Ja. Ik heb namelijk enorm gestoeid met het gegeven van... Bij de jeugdbond, bij de jongerenorganisatie, had ik heel veel antwoorden. En dan kom je midden in de maatschappij en dan denk je... Ja, waar blijf ik met al mijn antwoorden? En toen heb ik met name heel sterk nagedacht... wat is nou precies een christelijke organisatie en wat is een christen? De relatie tussen God en mens was perfect. En de relatie tussen mens en medemens was ook perfect. En toen hebben we gezegd in Genesis 3... nee, we gaan die lijn bovenin gaan we verbreken. Het gevolg is dat een lijn beneden is ook stuk. Toen heeft God gezegd van... ik ga mijn zoon geven. De relatie met de medemens, dat blijft een gebrokenheid. En nu komt hij, wat is nou een christen? Dat is zo iemand die achter die spiegel zit, of als spiegel functioneert. En hij richt de spiegel zodanig dat de ander in mijn ogen Jezus' ogen ziet. Steven Middelkoop, we staan hier weer in het welbekende gebouw waar altijd de Jongerendag gehouden wordt. Het thema is dienen of verdienen. Waarom dit thema? Hier zit een uitdaging. Verdienen is wat we graag zelf doen. En dienen is wat we in navolging van Christus leren. En als iets belangrijk is, is dat we via het kruis leren door Gods genade om te dienen zoals hij gediend heeft. Jij moet eerst even een stapje vooruit. Handelen een stapje vooruit. Achteruit. Ja, jullie handelen weer een stapje achteruit. En wat zijn ze hier aan het doen? Ze zijn hier een schuifpuzzel aan het oplossen samen. En ze moeten van de ene kant verplaatsen naar de andere kant, terwijl er maar twee lege plekken zijn. Hé, hey, maar steek even zijn hand af wie nu op de goede plek staat. Ik sta nog niet op zijn plek. Ik probeer hem gewoon mee te zingen. 4. Wanneer ga je dat echte dienen nou echt leren? Of doe jij het al? Nou, ik denk dat je altijd dient als je als christen gewoon christen probeert te zijn in je leven. Zoals je gewoon je plek hebt in de maatschappij. Maar als je echt wil dienen, dan zul je sowieso eerst bediend moeten worden door Christus. En pas dan kun je echt dienen. En dan nog eens met vallen en opstaan natuurlijk, zoals ook in het appel wordt is gezegd. Deze dag was ook de aftrap van de landelijke actie. Wat gaan jullie doen?
We gaan actie voeren voor Stichting Ontmoeting. In samenwerking met de Generale Diaconale Commissie van de HHK. En eigenlijk proberen we daarbij diaconieën en jongeren plaatselijk te verbinden. En hen helpen om zich in te zetten voor anderen. Door actie te voeren en door ook praktisch zich voor mensen in te zetten. Hey, is dit nou dienen of verdienen wat jij doet? Ik doe het op dit moment allebei. Ja? Ja. En waar is het voor? Het is voor de HIO, de landelijke actie. Daar kunnen ze geld mee opwinnen en dat doen ze naar de landelijke naar de ontmoeting. Waar je de meeste tijd aan besteedt, geen werk, geen school. Zo, dankjewel. Nou, wat ik belangrijk vind, muziek. Creatief bezig zijn, mooi. Nou, als ik mij heel goed prop, hè, dan... Nou, jongens, hij met een beetje... Ja, het is weer gelukt. Hey, ik zie jou met het boekje in je handen staan, Dienen in Bijbels Licht van Ed van Hel. Waarom heb je deze aangeschaft? Nou, we hebben net met het appelwoord ook gehoord dat we moeten dienen iets voor de ander betekenen. Zelf heb ik soms wat moeite mee om in de praktijk te handelen, te dienen met je naasten. En dan vind ik zo'n boekje, er staat ook echt Dienen in Bijbels Licht. Dus ik denk dat ik er veel aan ga hebben.